Hallo allemaal. Als het goed is hebben jullie een vakantietasje gekregen en zit daar een boekje in en met allemaal leuke opdrachten. Vandaag ga ik jullie laten zien hoe wij koekjes gaan bakken. Kijken jullie mee? Wat hebben we nodig? Kijk mee. We hebben nodig 200 gram bloem, 75 gram suiker, 125 gram boter, 1 eidooier, vormpjes, een zakje vanillesuiker, een lepel voor de eetlepel water, een kom om alles in te mixen, een bakplaat met bakpapier. De bloem, suiker, eierdooier en boter zitten al in de kom. Ik doe daar nu nog vanillesuiker bij en dan kunnen we beginnen met kneden. Nu nog een eetlepel koud water erbij. En gaan we weer verder kneden. De deegbal is nu goed gekneed en nu gaat hij eerst nog heel eventjes een half uurtje in de koelkast om eventjes uit te harden. Dan steek je er zo meteen makkelijker je vormpjes uit. Nadat het deeg eventjes uitgehard en gekoeld heeft in de koelkast, heb ik het uitgerold op mijn aanrecht. Eerst wat bloem op het aanrecht gesprenkeld, zodat het deeg niet op het aanrecht vast blijft zitten. En nu ga ik er vormpjes uitsteken. Ik heb nog allemaal lettervormpjes die ik eruit ga steken. Jullie hebben in jullie pakketje andere vormpjes gekregen. Die kan je natuurlijk ook gewoon goed gebruiken. Als alle vormpjes uitgestoken zijn, leggen we ze op de bakplaat en dan mogen ze in de oven. De koekjes gaan nu in de oven. Ik heb de oven voorverwarmd op 175 graden en daar gaan ze nu een kwartiertje in totdat ze mooi goudbruin zijn. Zo, na 15 minuten zijn de koekjes klaar. Zullen we ze gaan proeven? Eet smakelijk! Eet smakelijk! Eet ze!